Nou, ik ben benieuwd, want ik ben bij Apollo 98, een studio in Boxtel. En nou heb ik gehoord dat Barbie hier is. En ik heb gehoord dat ze een carnavalskraker gaan opnemen. Ik ga even kijken of wij daar iets van mee kunnen pikken. Het is al druk, staan al een heleboel kinderen. Hey! Luister, waar kennen jullie daarvan? Oh, Gesso, mooi. Van een tv-programma. En hoe wisten jullie dat ze hier was dan? Ja, ze zagen haar door de raam op school, toen we nog in de klas waren. Hoi, Jolene. Heel leuk dat je even tijd voor ons maakt. Buiten staan al, ik weet niet hoeveel kinderen. Nou, wij wel, want je bent gespot, want er is een lagere school bij. Want je bent hier in de studio in Boxtel. Wat heb je hier gedaan vanmiddag? Wij hebben hier een single opgenomen voor tegen zinloos geweld. Een single tegen zinloos geweld? Ja. Vertel eens, waar gaat die over? Een veerfeestje op mijn bil. Wat zeg je nou? Het is een carnavalsnummer en het carnaval komt eraan. Dus we gaan hopen dat het vaak wordt gedownload op iTunes en de opbrengst gaat naar zinloos geweld. Ja. Want wij zijn tegen zinloos geweld en dan zo willen we eigenlijk ons steentje bijdragen. Ja, misschien ga ik door als zangeres. Zou je het willen? We hebben heel erg gelachen vandaag. Hè? Ja, het was echt leuk. Het was echt een leuke dag geweest. Ja. Op dezelfde toon, hè? Ik wil een... Ik wil een tato. Ik wil een tato, tato op mijn bil. Ik wil een tato. Maar geen tato, hè? Alleen maar ik wil een tato, tato op mijn bil. Ik wil een tato. Nog een keer. Tato op mijn bil. Ik wil een. Stond het er een beetje goed op? Ik mag hopen van wel of niet. We gaan volgende week een clip opnemen, dus dat belooft wat. Nou, dat vind ik wel leuk. Nee, het is wel een leuk nummer geworden, toch? Ja, voor mij is het hartstikke leuk nummer. Een tato op mijn bil. Ja, ze hebben goede stem, maar ik had niet verwacht. Nee. Een tato op je bil? Ja, van een lieveursbeestje, toch? Ja, je moet het gewoon horen, weet je. Ja, als je denkt, een tato op je bil, dan denk je, hé, wat is het? Maar als je het gaat horen, het is een carnaval nummer, maar het zit ook een housebeat doorheen. Dus het is echt een leuk nummer. Echt een nummer dat bij ons past gewoon, toch? Ja, lekker feesten en ook nog een beetje dansen erbij, dus dat is helemaal leuk. Dan kan je goed, hè, schat? Ik kan hartstikke goed dansen, ik ben net houtklaas. Bij onze Scheveningen Boulevard is sowieso iemand, daar lag ook zo'n steen natuurlijk, met zo'n lieveursbeestje erop. Daar hebben ze iemand doodgetrapt. En ja, je hoort ook veel maatschappelijk werkers natuurlijk, die lastig worden gevallen. Ambulancepersoneel en dat soort dingen. Ja, ik vind het niet normaal, die mensen zijn gewoon hun werk aan het doen. En, ik bedoel, altijd. Scheidsrechters, noem maar op. Je hoort het vaak genoeg in het nieuws, hè? Ik bedoel, dat is volgens mij de man die over zinloos geweld gaat, toch of niet? Ja? Dat is Bart. Ja. Misschien ken je ook voorzitter van de stichting. Ja. Voorzitter van de stichting, ja. U bent de bedenker hiervan, van dit? Ik ben oprichter van de stichting en de bedenker van het nummer. En daar heb ik hier samen dat nummer verder in elkaar gezet, ja. Samen met Samantha en met Michael. En hoe is het gegaan vandaag met de opnames? Nou, naar mijn idee erg goed. Ik ben zelf geen muzikant, maar ik heb het idee dat het allemaal erg goed opstaat. En we gaan het nu plakken en knippen, zoals het heet. Dat wordt nu gedaan. En dan gaan we het einde zo snel mogelijk in elkaar zetten. En volgende week gaan we een clip opnemen met ze. En dan gaan we het wereldkundig maken. Jullie hebben zelf nu ook een kleintje, hè? Dus waarschijnlijk... Daar ben ik heel zuinig mee ook. En daar kijk ik heel goed uit. Dus jullie zijn een soort ambassadeurs nu van de stichting? Het nummer ligt al 10 jaar op de plank. En elk jaar denk ik, ik moet wat doen. En uiteindelijk denk ik, dit jaar, we gaan het gewoon doen. En heb ik gewoon Jake gebeld en gevraagd, staan jullie ervoor open? En binnen een week tijd, en dan helemaal fantastisch. Dus we gaan knallen met elkaar. Het enige wat ik wil, het enige wat ik wil. Het is gekomen via Bart, die je net hebt geïnterviewd. Bart Wisboen, die is van de stichting.
En die heeft aan mij gevraagd of er interesse in had. En eerst gewoon puur in het liedje. En de artiest was nog niet bekend. En toen hij bekend was, was het helemaal leuk. Het is een leuke combinatie. En wonder boven wonder kan ze nog zingen ook. Ze kan toon houden, dan ben je al op de helft. En een drukte van je welste. En RTL erbij en jullie erbij. Dat is hartstikke leuk. En buiten staan, ik weet niet hoeveel fans al te wachten hier in Boksel. Als de deur open gaat, dan wordt het schreeuwen en hartstikke leuk. Wat gaat het nummer doen, Roel? Ik denk, het is eigenlijk een ouderwets liedje. Een ouderwets refrein. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. En een heel modern couplet. Je hoort het al. En een heel modern couplet. Dus met power erin. Dus het zou zomaar op kunnen vallen. Je weet het nooit. Bekendheid is er wel. Het Lieve Heersbeestje is bij de meeste mensen wel bekend. En uiteindelijk vraag ik vraag geen geld. Ik vraag liever gevoel en betrokkenheid. Maar als je gevoel en betrokkenheid wil blijven vragen, heb je wel weer geld nodig. Maar het is niet insteek om geld te vragen. Het gaat meer om de beleving van een stukje bewustwording aan te reiken. Van je kan altijd iets doen om je eigen leefomgeving te verbeteren. En dat kan ook altijd met een lach. En dan probeer je wel mensen bewust te maken dat pest, agressie en geweld altijd minder kan. Door middel van zo'n leuke clip te lanceren. Wanneer wordt de single uitgebracht? Zo snel mogelijk. Ja, tot volgende week. Volgende week. Ja, volgende week. Gisteren al. En ga je dan ook met het nummer optreden? Ik hoop het wel. Ja, maar ja. We maken er gewoon een feestje van. We dus maken er gewoon een groot feest van, zoals altijd. Dus. En nu weer op naar huis? Of staat er weer een volgende afspraak? Nee, we gaan lekker terug naar Scheveningen. We hebben heel druk gehad deze week. En we hebben nu even 2 dagen vrij. En dan ga ik thuis lekker genieten. Ja, toch? Buiten adem!